Het verwijderen van de deksel is niet erg moeilijk. Dat kun je doen met je hand. Soms in het begin heb je een schroevendraaier nodig als ze wat rustig zitten, wat strak zitten misschien. Het zijn twee schroefjes die je moet verwijderen. Het is echter niet zo als bij andere Dell-modellen dat je bijvoorbeeld met een makkelijk kliksysteem of zoals bij de Precision-lijn dat je een schuifje kunt omzetten waardoor de deksel ineens loskomt. Je moet wel degelijk met schroeven aan de slag. Vind ik een beetje jammer, maar goed, dat is de keuze. En als we de deksel verwijderen, dan wordt het innerlijk van de PC zichtbaar. Ik zal de camera iets aanpassen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een vrij eenvoudige opbouw, standaard opbouw. Niet zo heel veel componenten. Het is duidelijk een toch een wat eenvoudiger lijn dan bijvoorbeeld de servers of de workstations van Dell. Even een detail. Hier de processor met de koeling. Ik dacht eerst dat de koeling dus los zou zitten, maar hij zit er gewoon wat schever opgemonteerd. Aan deze kant zit nog een grote ventilator om de zaak koel te houden. Dus de luchtstroom die kan hier eigenlijk vrijelijk van de achterkant door de PC heen naar de voorkant lopen. Dat ziet er allemaal goed uit. Ik heb gewoon de standaard opties genomen vanaf de website. En dat betekent dat hij met 3 gigabyte geheugen komt, 2 bankjes van 1 gigabyte en 2 bankjes van 512 megabyte. Tezamen 3 is een prima keuze. Hier kijken we naar de uitbreidingsposities, de slots die op het moederbord aanwezig zijn. 3x standaard PCI sloten, daarmee kun je bijvoorbeeld een extra audiokaart invoegen of een RAID kaart, net wat je wilt. 2 kleine PCI sloten, 1x en 1 PCI 8x slot, daarin zit de huidige grafische kaart. En er is gekozen voor een AT Radeon HD 3650. En daar heb ik wel een opmerking over. Zoals hier te zien is aan de achterkant, heeft deze 1x een DVI-poort en verder een HDMI-poort en een DisplayPort. Dat is een keuze die ik eigenlijk niet zo goed begrijp, want in de zakelijke markt heb je toch al snel dat mensen met meerdere monitors willen werken. En dan is het gewoon makkelijk als je 2 keer een DVI-poort hebt om je monitor op aan te sluiten. HDMI is toch meer voor het weergeven van HD-video. Nou, dat zie ik in de zakelijke markt niet zo snel gebeuren. DisplayPort is wel de nieuwste uitbreidingspositie, de nieuwste manier van het aansturen van monitors. Maar er zijn nog heel weinig monitors die daarop voorbereid zijn. Dus ik vind eigenlijk dat hier een verkeerde keuze is gemaakt. Ze hadden beter een grafische kaart kunnen kiezen die 2x DVI heeft. Dan iets over de uitbreidingsposities. Zoals hier te zien is, onderin is 1 vaste schijf geplaatst. Mijn model heeft standaard een 750 gigabyte vaste schijf erin zitten. Ik zal even kijken, het is een Hitachi Deskstar. Nou, dat is niet het allerbetrouwbaarste merk, maar hij zal het ongetwijfeld goed doen. Ik denk dat ze voor de zakelijke markt beter bijvoorbeeld een Western Digital hadden kunnen kiezen. Dat kun je op de Dell website helaas niet aangeven, dus je zult het ermee moeten doen. En verder is bovenin een DVD en CD brander geplaatst. En wat mij opviel is dat eigenlijk alles via Serial ATA wordt aangesloten. Op het moederbord zijn helaas geen posities meer voor IDE schijven. Iets wat ik ook niet helemaal begrijp voor een zakelijke computer. Want ja, de zakelijke markt hoeft het toch niet te hebben van het allermodernste, de allernieuwste aansluitingen. Wat ik bijvoorbeeld praktisch zou vinden is om uit mijn oude workstation de 250 en 300 gigabyte schijven nog weer te hergebruiken hier. Want er zijn genoeg uitbreidingsposities voor. Maar dat kan niet, want dat zijn IDE schijven en die passen gewoon niet meer op dit moederbord. Dus ik vind het jammer dat ik hier nu ook weer extra nieuwe harde schijven bij moet kopen. Wat dan helemaal raar is, ik denk dat je het niet kunt zien door de kabels, maar hier zit dan wel weer een aansluiting op het moederbord voor een floppy diskette. Nou, die zijn geloof ik al sinds 1998 uitgestorven, dus die keuze snap ik ook niet helemaal. Dat is toch wel een puntje van kritiek. Wat me verder opvalt in deze setting is het volkomen ontbreken van FireWire. Er is wel een positie voor aan de voorkant van de systeemkast, dat heb je gezien. Maar er is verder geen onboard FireWire. Als ik wil, dan zou ik een extra kaartje moeten bijplaatsen. Nou, dat is ook iets wat ik niet goed begrijp.
Eigenlijk in alle moderne PC's hoort wat mij betreft een standaard FireWire aansluiting te zitten. Denk alleen al aan de externe harde schijven, het werken met video, dat soort dingen. FireWire is toch een heel belangrijke uitbreidingspositie, die mist je nu volkomen. Oké, dus samenvattend over de Dell Vostro. Ik moet er nog mee gaan werken. We zullen zien hoe die zich in de praktijk bewijst. Net een PC. Hij kost €549, exclusief BTW, in deze standaard uitrusting. Ik heb alle standaard opties van de Dell website overgenomen. Dus verder geen aanvullende opties geselecteerd. Wat ik goed vind is veel USB-poorten. Het is een nette opbouw van de PC. De snoertjes hadden iets beter weggewerkt mogen zijn. Maar verder ziet het er keurig uit. Componenten zijn in orde. Wel vind ik de uitrusting behoorlijk karig. Standaard FireWire mag eigenlijk niet ontbreken. En ook de componenten die zijn toch allemaal net even wat minder dan dat ik voor de zakelijke markt eigenlijk eerlijk gezegd verwacht had. De zakelijke markt gaat vaak niet voor het nieuwste van het nieuwste, maar wil graag stabiele en robuuste onderdelen. Denk aan een ander merk vaste schijf. Denk aan een ander type videokaart met aansluitingen die beter overeenkomen met de wensen uit de markt. Dus het lijkt me zeker een lekkere PC om mee te werken. Maar ik heb er toch wat kanttekeningen bij.